De verneemde hockeyster Naomi van As joeg Joet in Leeuwen het start zijn voor de Bob Sportcampagne. Alcohol drinken in de kantine prima, maar stap dan net achter het stuur. Dan denk je dat je de hele wereld aan kan van oh dat kan wel, maar het kan gewoon niet. Want je reactiesnelheid wordt minder, je ziet dingen gewoon minder snel. En het ergste vind ik nog dat je dan iemand anders iets aandoet die er verder helemaal niks mee te maken heeft. Zeg. Omdat je, dat er nog iets met jezelf gebeurt, dat doe je dan zelf, zeg maar. Maar als je het kan voorkomen, why not? Dat lijkt me nog het allerbeste. Het gebeurt nog te vaak dat sporters na een wedstrijd om het bier gaan en dan nog in de auto naar huis rijden. Het is sport, het is maalkoor, het is vreun, het is sociaal en dat is ja, maalkoor aan de bar zitten natuurlijk ook wel eens. Maar het stukje verantwoordelijkheid komt dan wel op de hoek. Naomi van As wie de gast op de velden van de Mixed Hockey Club. Ze is Kreklin uitroepend naar de beste hockeyster van de wereld. En dat kan helpen bij deze alcoholcampagne, denkt ze. En ik hoop dat we met deze campagne toch mensen het weer aan hun verstand kunnen brengen. Om dat vooral echt niet te doen en er gewoon van tevoren een beetje over na te denken. Van ga ik een drankje nuttigen, dan regel ik een bob. Of ik ga met de fiets of ik rijd met iemand anders mee die gewoon aan frisdrank zit de hele middag. Dus daarom is het voor mij wel belangrijk, ja.